Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 17 juli en ik zal voor jullie dus weer een weekboodschap trekken en dat zal ik deze keer doen uit het deck van de magische eenhoorns van Doreen Virtue. En dat zal ik dus doen voor de week van 18 juli tot en met 24 juli. En ik ben benieuwd dus wat de boodschap is voor de komende week. En ik heb er wel eentje gekregen en dat is deze. Praat over je gevoelens. Vertel een vriend of vriendin hoe je je voelt. Dus ja, praten kan inderdaad opluchten. Wanneer je eens je gevoelens kunt uiten naar iemand anders. Dan, ja, dan lucht dit op en ja, dan doet het heel veel deugd soms om eens je gevoelens te kunnen uitspreken. Dus misschien zit je inderdaad met iets wat zwaar op jou weegt en iets dat je misschien wil delen met een ander. Misschien heb je verdriet of voel je je boos of voel je frustraties en is het misschien even lastig voor je? Wel, dan is deze kaart een teken dat je dus iemand in vertrouwen mag nemen, een vriend of een vriendin. Iemand bij wie je goed voelt, iemand die je vertrouwt, misschien een therapeut of iemand anders die je goed kan helpen. Want praten lucht op. En misschien heb je niet echt iemand in de buurt die naar je kan luisteren of die naar je wil luisteren. Dat kan natuurlijk ook. Dan is het goed om misschien eens je hart te luchten naar de engelen toe. Vertel hen je zorgen, vertel hen je verdriet of je boosheid. En vraag hen om hulp, ook al kun je gewoon eventjes je hart luchten naar hen toe. Dat lucht heel goed op. Als je echt niemand in de buurt hebt, dan kan je natuurlijk ook altijd je engelen aanspreken. Maar zoals deze kaart aangeeft, praat erover, want praten lucht op. Dat is een heel mooie kaart. En dan zal ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. Dus de kaartjes waar jullie dus een kaartje kunnen uitkiezen. Dus het kaartje dat je het meeste aantrekt. En we hebben dus kaartje nummer 1. Dan hebben we kaartje nummer 2 en ook kaartje nummer 3. Dus kies nu het kaartje dat je het meeste aantrekt. Kaartje 1. Kaartje 2 of kaartje nummer 3. En als je je keuze gemaakt hebt, zal ik nu de kaartjes bespreken. En dat is het eerste kaartje. Maak af waarmee je begint. Die zichter tonen. Hele mooie eenhoorn. Je bent met iets belangrijks begonnen en nu is het tijd om het te voltooien. Dus misschien ben je met iets begonnen en heb je het de laatste tijd wat laten liggen. Of ben je met andere dingen bezig en vragen andere dingen je aandacht. Dan is deze kaart een teken dat je mag afmaken waar je mee begonnen bent. Dus waar je mee bezig bent is echt heel belangrijk voor je. En deze eenhoorn vraagt je om ermee verder te doen. Dus stel je prioriteiten. En kijk dus wat voor jou belangrijk is en ga dus verder waar je mee begonnen bent. Je zal merken dat je daar heel veel plezier aan beleeft, dat je energie zal verhoogd worden. En wanneer we vaak verschillende dingen beginnen en er dan mee stoppen, dan geeft het soms een gevoel dat iets niet af is. En dat brengt ook verwarring. Dus het is beter om dus bezig te zijn met één iets
En dat dan af te werken, zodat je dus ook voldoening zult ervaren. Dus maak af waar je mee begint. Dat is een hele mooie kaart voor kaartje nummer 1. En dan hebben we kaartje nummer 2 en dat is deze. Gelukkige gedachten. Ik vind dat een hele mooie kaart met een hele mooie afbeelding. Zo die eenhoorn die dus over de wolken kijkt naar de zon. Die dus achter de wolken tevoorschijn komt. Heel mooi, heel mooie hoopgevende kaart. Gelukkige gedachten. Om je op dit moment gelukkiger te voelen, denk dan aan een herinnering of iets anders dat je doet lachen. Een heel mooie kaart. Dus ja, deze kaart herinnert ons eraan dat we dus wel ja, gelukkige gedachten mogen hebben eigenlijk. Misschien voel je je wat somber of loopt alles niet zoals jij het wil. Of heb je het wat moeilijk? Probeer dan je aandacht af te leiden naar een mooie herinnering. Of iets wat je plezier geeft. Iets wat je doet lachen. Want lachen is zo belangrijk in het leven. Dus het is heel belangrijk dat je dus probeert je sombere gedachten om te zetten naar mooie, gelukkige gedachten. Dus deze kaart nodigt ons uit om dus echt een switch te maken. Dus van onze sombere gedachten naar positiviteit. Niet altijd gemakkelijk, maar o zo belangrijk. Dus dat is wat kaartje nummer 2 ons zegt. En dan hebben we nog kaartje nummer 3. En dat is deze. Nieuwsgierigheid. Je ziet hier dus de poes die dus aan de eenhoorn zijn hoorn ruikt, want misschien heeft deze poes nog nooit een eenhoorn gezien, misschien alleen een paard. Nu vraagt deze poes zich af wat die hoorn op het hoofd van de eenhoorn doet. Begin met iets dat te maken heeft met datgene waar je nieuwsgierig naar bent. Dus ja, zoals de kaart aangeeft, misschien heeft iets jouw nieuwsgierigheid gewekt. Misschien ben je geïnteresseerd in een bepaald iets en wil je daar meer over leren of meer over te weten komen. Dan nodigt deze eenhoorn je uit om dat dus ook te doen. Misschien kan je een cursus volgen, misschien kan je informatie opzoeken in boeken. Misschien kan je met iemand over praten, iemand die daar kennis over geeft. Of misschien kan je iets nieuws proberen, iets wat je al heel lang wil doen, maar ja, wat je een beetje aan de kant laat liggen. Of dat je niet durft te proberen, dat kan natuurlijk ook. Misschien denk je ja, dat het niets voor jou is, of dat je het niet kan, of dat je het niet zult kunnen. Dan nodigt de eenhoorn je uit om aan de slag te gaan. En ja, dat nieuws te proberen, iets wat je echt graag zou willen doen, probeer het gewoon en dan zul je zien hoe dat voelt. En ja, je zult misschien merken dat het echt wel leuk is. Dus kijk wat je kan doen om je nieuwsgierigheid tegemoet te komen. Wat je kan leren, hoe je het kunt leren, wat je kunt doen. Het is eigenlijk een actiekaart. Dus dit was de derde boodschap en het waren weer prachtige boodschappen die ik mocht ontvangen van de engelen, waar ik dus heel dankbaar voor ben. En ja, ik wens jullie alvast een hele fijne week toe en tot volgende week. Dag!